Yo mensen, welkom bij een nieuw video TB. Vandaag ga ik 3 hyperchargers kopen, want dat is het enige wat je eigenlijk kan doen met je gems, ja, of skins kopen. Maar dat kan je beter met Blink gaan doen. Laat maar gewoon meteen alle edelstenen gaan claimen en dan kunnen we 3 hyperchargers dus kopen. En ik ga die van Mortus, van Nani en van Surge kopen. Doe even dat duimpje omhoog, abonneer ook en blijf natuurlijk ook zeker kijken. Want ik doe dit zodat jullie het niet per se hoeven te doen, tenzij jullie natuurlijk wel gewoon de edelstenen ervoor hebben. En als het goed is, heb ik wel genoeg edelstenen voor 3. Want ze kosten volgens mij 79 gems per stuk. Dus dan heb je, even snel rekenen, ik weet het niet. Maar dan heb je in ieder geval wel wat edelstenen nodig. Maar dat gaat zeker goed komen. En ik ga het zo doen, ik koop eentje en dan moet ik natuurlijk met die knokken proberen te winnen. En dan mag ik de volgende kopen. Dus dat is wel leuk. En laten we gewoon maar meteen met Mortis beginnen. Ja, voor 79 gems inderdaad. Hier normaal kost het 550 gems. En nu maar 79. Dus het is gewoon een hele goede deal. Voor de rest kan je niet zoveel met je gems doen. Dus dit is eigenlijk het beste wat je ermee kan doen. Sorry Tobe, ik ben heel even bezig met een video. Dus even kijken, moeten we natuurlijk Mortis zoeken. Ik kan het beter dan even op krachtlevel zetten. Ja, hier is Mortis. Die had ik al op max level. Nou, nu heb ik zijn hypercharts erbij. Dat ziet er altijd wel heel nice uit. En dan kan ik ook. Sorry. Kunnen we even kijken. Ja, dit is denk ik wel een goede map. Want dan kan je die super goed inzetten en zo natuurlijk. En volgens mij krijg je. Als je in ieder geval wat hits doet. En met je super en zo. Kan je best wel snel je hypercharts krijgen. En daar gaat het natuurlijk helemaal om. Oké. Mandy is trouwens ook wel heel goed hierin. Inderdaad, want je kan die super precies in die gang doen, zeg maar. Oké, dat was 1 kill. Ik zal nu even weggaan. Ik zal ook gewoon meteen terug teleporteren. Alleen die jump hadden ze eigenlijk hier moeten plaatsen zodat je op, zeg maar, op hun kwam. Want anders is het een beetje onmogelijk misschien om ze te killen. Want nu is, ja, nu is het gewoon onmogelijk inderdaad om ze te killen. Ja, je moet zo na die jump, dat weet ik niet helemaal. Oké, die is dood. Kijk, als ze te veel risico nemen, dan komt het goed. En nu ga ik gewoon hier staan. Oké, die hebben we gekillt. Oké, dat was hem al. Ik heb wel gewoon gewonnen, dus ik mag zeker de volgende hypechats kopen. Alleen heb ik hem niet kunnen testen. Maar in ieder geval voor de mensen die niet weten wat het doet, de hypecharts. Dan gaat hij super heen en weer. Dus ze gaan, ja, die doet 2 keer zoveel damage, die healt 2 keer... Zoveel volgens mij. In ieder geval dat. Laten we gewoon meteen de volgende dan maar gaan kopen. Niet die van Tara, ook niet van Poco. Van Nani en van Surt ga ik dus doen. Ik zal even trouwens die dagelijkse dingen ook claimen. Altijd mooi meegenomen. Oh, moet ik niet naar de skins. Ik had ook een skin in principe wel kunnen kopen. Maar ja. Dan kan je veel beter hypecharts kopen. Want daar heb je veel meer aan. De skin ziet er alleen mooi uit. We kopen wel eerst die van Surge dan, want ik heb Nani het hoogst. Dat is best wel moeilijk dan. Oké, eens even kijken. We gaan met Surge ook gewoon deze map wel doen. En inderdaad, ik kan er nog eentje kopen op 2. Ja, ik heb dan nog 2 gems over. Want overval, nee, overval hoort hem niet echt, denk ik. Met Nani zou overval nog wel kunnen, want je doet zoveel damage met Nani. Dat is echt insane. Oké, laten we gewoon nog een potje doen. Anders wordt de 4 natuurlijk wel heel kort. Ja, en abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan trouwens. En doe ook even een duimpje omhoog, dan word ik heel blij. Het zal niet de beste. Oh, nu ben ik nog Mortis. Oké, probeer het gewoon nog een keer met Mortis. Waarom niet, weet je. En ik ben meteen dood. Oei. Oké, ja, ik moet eigenlijk daar staan en dan kan ik ze heel makkelijk killen. Ah, dan gaat hij net vliegen, die Janet. Waarom ben ik nog met Mortis ook? Dat ging ook gewoon per ongeluk. Nou gaan we. Ja, oké, top. Nu moet ik healen. En als zij dan zo meteen komen. Nou, trouwens, ja, Chester doet zoveel damage ook. Tegen Chester kan ik dan niet zoveel, maar tegen die andere op zich wel. Hoe gaan we gewoon nog een keertje winnen? Nee, oké, dit. Ja, ik had wel beter kunnen spelen, maar dit maakt even niet uit. Ik moet natuurlijk wel met Surge spelen. En hopelijk kan ik dan trouwens ook meteen wat damage doen. Want dan doe ik meteen een opdracht en dat is gewoon top. Eens even kijken. Ja, ik heb hem natuurlijk net gekocht. Dus dan heb ik een hypercharge voor Surge.
Dat is dan, hoeveel is de hypercharge? Ik zal even tellen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23ste. En ik heb er dus dadelijk 24 hypercharges. Dat is echt insane. Dat is heel veel wel, ja. Ja, heel veel ook gekregen, maar ook wel inderdaad een paar dus gekocht. Maar ja, dan moet je wat video's teruggaan als je dat wilt zien. Eens even kijken. We gaan deze jump nemen. En dan gaan we gewoon hier zo staan. Oké, dit stop. Ja, dit bedoel ik. Nani hier. 4000 damage gewoon. Meer dan 4000 damage zelfs. Ja, Spike doet natuurlijk ook heel veel damage. Oh, ja, ja. Okay, wat gaan we... Nee, dat kan nooit. Trouwens. Nee, ik kan nooit die jump zo maken, toch? Nee, inderdaad. Ik neem gewoon weer de teleport, wou ik zeggen. Maar we hebben wel verloren. Oké, we moeten het even nog een keertje proberen. Dit is wel heel, heel slecht. Sorry, ik ben even bezig met een video. Maar we proberen het gewoon nog een keer. En dan kopen we zo meteen natuurlijk die van Nani nog. Ik heb nog niet eens een hypercharge kunnen inzetten, joh. Omdat dit ook niet echt de beste map is, trouwens. Maar ja, dan moet ik zo hoog niveau gaan spelen. En ik heb ze allemaal al goed afgezet ook. Oh joh, ze doen wel heel veel damage, hè. Kijk dit. Oh joh, dat duurde ook heel lang. Maar kijk, nu staan ze allemaal daar. En dan neem je nu de jump. Hé, hey, kijk, dat is een goeie, hè. Oké, misschien niet. Want ik werd naar achter gebounced door die brok. Waardoor mijn kogel... mijn shot, zeg maar, dus werd gecanceld. Ja, goed zo. Hit me maar. Kan ik nog wat damage doen. En dan staan we 18-13 voor. Dus komt het wel goed. Dat trouwens, goed dat die Rico wegging. Nou, dank voor mijn super. Doen we even zo nog. En ben ik dood. En hij zei ook dood. Dit was wel heel slecht. Die Rico kon ook maar blijven vuren, zeg. Ik ga ook 0-4 trouwens. Ook niet al te best. Lol, ik heb net 1 XP genoeg voor die reward. Nu lijkt het minder rewards natuurlijk te zijn, maar het gaat vooral om de star drops. En het zijn er 38. Dus die 40 gaan we sowieso halen. En dan over 6 dagen komt dus de video de hele Brabs Plus gaan openen. Dat is wel heel erg lijp natuurlijk. Met dus, ja, echt misschien bijna wel 70 star drops. En Megapik is trouwens ook. Nou. Ja, kom maar. Hey. Oké, dit zou wel eens een potje kunnen zijn dat ik het kan testen. Net niet. Want, ja. Je krijgt toch best wel... ja, bijna. Ja, ik heb mijn hypercharge. Oké, nu nog mijn super. En dan heb je dus een level 5. Maar mijn super heb ik in... Oké, dit is jammer. Ik wou zeggen, mijn super heb ik in 2 hits. Maar we hebben al gewonnen. Oh, meteen een opdrachtje voltooid. Dat is wel mooi meegenomen. Oké, ik mag die van Nani dus gaan kopen. Dus dat gaan we dan ook gewoon doen. Natuurlijk. Eens even kijken, welke is het? Grote piep, is dat hem? Ja, denk het wel, toch? Ja, dit is inderdaad voor Nani. Nou, kopen we die. Niet dat ik zo meteen per ongeluk een andere ga kopen. En dan hebben we er weer 3 hype charges bij. Of hype krachten. Eigenlijk hypercharges. En dan gaan we dus naar Nani toe. Waar is Nani? Oh, daar. Nani, het gaan ze op 953. En ja, ik kwam redelijk dicht bij die rang 30. En ik zat op 987 volgens mij. Dus dat is wel heel hoog natuurlijk. Alleen daarna zijn we weer iets meer gedropt. En we gaan even overval proberen. Want daar had ik een opdracht ook in. En dat is... Breng 5000 schade toe aan de kluis. Ik zal meteen die even wisselen, want ranked heb ik geen zin in. Nou, met dat knokkers dat doen, prima. Dat doe ik later allemaal wel, natuurlijk gewoon offscreen. Om eens een beetje saai naar te kijken. Oké, we gaan nu met Nani dus doen. Dus ik moet heel veel damage doen op de kluis. En sowieso natuurlijk ook proberen mijn hypercharge op te laden. Oké, dan ga ik sowieso... Ja, wat ga ik doen? Ik ga voor de kluis, want ja... Die hypercharge kan ik later nog wel doen. De opdracht heb ik later geen zin meer in, kan ik jullie vertellen. Dus dat. Oh, dit is wel echt heel vervelend. Dit is wel heel vervelend. Hey Edgar, je kan niet meer terug, tenzij we je killen.
Maar zij winnen sowieso. Oké, we gaan schade doen aan die kluis. Want ik doe natuurlijk heel veel schade. Alleen, we gaan het bij lange na niet winnen. Omdat Angelo en Shirt, wat? Dat zijn een beetje hele rare knopjes om in overval te doen, die Rico. Ja, easy ster spelen natuurlijk, die Rico. We gaan het gewoon even nog een keertje proberen. En dan hopelijk kunnen we even een betere overval map krijgen. Oké, ja, kijk, dit is gewoon een normale map. Oké, eens even kijken. Ze hebben wel veel masters, wij trouwens ook. Die merken ze ook heel vaak master. Nou is master niet heel moeilijk volgens mij, maar ja, ik haal het in ieder geval niet. Hé, zo, die Daryl zat daar wel heel snel dan. Ja, Daryl is ook zoveel beter geworden dat hij 2 supers heeft. Ja, hoe weet ik daar niemand? Huh? Ze ontwijken wel heel goed. Die Daryl trouwens ook. Waar zit hij? Oh, hier. Oh ja, 1 AP. Oké. We hebben nog geen eens keer damage gedaan op de kluis. Oké, ik zal nu wel even wat damage gaan doen dan. Bam, dat is toch weer 5000 damage. Dat is best wel veel. Bijna 5000 damage. Ik wil ook even mijn hyperchart, ook al weet ik wel wat hij doet, maar ja. Dat wil je gewoon. En het is nu al klaar. Hoe kunnen ze zo snel die ding killen? Kan gewoon niet. En ook, wie gaat er Mr. P in overval? Misschien zeg ik nu wel iets heel doms, maar goed. Oké. Volgend potje. En niet echt een hele normale map. Dat is. Wel veel masters. Is dat weer die Mac? Nee, toch? Dat is niet weer die. Ik ga zo meteen even kijken of dat weer die Mac is. Ja, goed, zo hit me maar. Dan ben je namelijk niet dood. Jammer genoeg. Nee, joh, die range van El Primo is wel ver, man. Ik wou dat ding van Russ oppakken, maar ja, Ken kon die El Primo heel ver schieten of zo. Ik vond het namelijk niet normaal. Wie heeft hem dan? Durft hij niet, hè? Nou, dan ga je eraan. Kom ik wel van mijn hypercharge. Zo, 5000 damage, dit doet zoveel damage. En het gaat volgens mij wel om damage te doen ook. Moeten ze dus ook even wat damage doen op de kluis. Want daar heb ik natuurlijk ook een opdracht van. En nu ben ik toch opdracht aan het doen. Maar ja, als ik het kan combineren met challenge-achtig iets. Dan doe ik dat natuurlijk gewoon. Oké, ik denk dat ik die challenge op de kluis wel heb voltooid. Nu is het mijn doel om mijn hypercharge te krijgen. En die dan natuurlijk zo meteen inzet. Oeh, nog 1 hit. Oké, moet het natuurlijk nog niet afmaken. Maar dat zal wel niet. Ja, ik heb mijn hypercharge. Oké, ik ga hier zo zitten. En zoals jullie echt wel heel goed kunnen zien. Oh bruh. Daar ging mijn hypercharge aan. Ik wou laten zien dat hij dus groter werd. Die bom. Maar ik ontplofte. Liet hem meteen ontploffen. Oké, dat was een beetje zonde van mijn gadget. Oké, misschien ook niet. Hoeveel damage doe ik nu? 5000 damage. En dan ben ik niet eens gepowered. Oké, even supertje erop. Nou, trouwens. En dan kunnen we die ook killen. Oh, ik heb hem net niet gekild. Maar ik heb sowieso genoeg damage wel gedaan. En ja, je zag het zeker wel. Dat die bom werd zeg maar steeds groter en groter en groter. En trouwens ook binnenkort natuurlijk Megapick. Waar we hopelijk 40 startups krijgen. Want het is dubbele Megapick. En dat. En dan hoop ik. Ja, heb ik er dan 80, want ik zit natuurlijk ook met tweede account erin. En trouwens, heb je heel veel trofeeën, join dan ook even nog de club, want dan worden we steeds beter erin. We kunnen nog even een potje doen. Ik vind het wel leuk namelijk om nog een potje te doen. Eens even kijken, ja.
Ik wil die Hypertrust van Surge wel uittesten. Dus ik ga gewoon met Surge in overval. Ik weet dat ik net zei dat Surge in overval niet goed was. Maar anders kan ik die Hypercharge niet gaan testen. Dus ik zal wel gewoon verdedigen. Oh nee, die Daryl was ook zo goed nu over het water. En Rico is ook goed. Ook het trouwens, wij hebben die Rico. Okay, dat is wel fijn. Maar wat is dit ook weer voor map, man? Ze hebben ook een Surge. Hey, ik moet oppassen dat ik trouwens niet dood ga. Huh? Hoe ben ik dood? Kan je hier overheen springen? Nee, 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 waarschijnlijk niet, hè? Nee, sowieso. Oké. Ik heb niks gezegd. Dat stop. Maar je kan er dus gewoon overheen springen. Dat is wel lijp. Oké, ik heb bijna mijn hypercharge en bijna mijn super. Ik heb mijn hypercharge en mijn super. Ik zal heel even healen. En dan ga ik gewoon overheen springen. Oké, inderdaad, ik heel even. Hoppatee. Hoppatee. Bam, 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 bam. Zo, dat doe je veel damage. Ik weet niet precies wat het verschil is. Maar je bent dus een level hoger dan. En dan maak ik het... Oh, niet af. Maak ik het nu af. Oh ja, dit is wel een hele goede hype chart. Hier zie je het natuurlijk niet heel goed. Maar bijvoorbeeld in knokbal of zo is dit wel heel goed, denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Oh, nog een star erop. Ja, dat. Ik ga het hier denk ik bij laten. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet dan zeker niet te abonneren en de duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je bij de volgende video. Laters!